Jan de Brouwer stond voor het raam. En ik keek naar buiten. Het regende. Al 3 dagen lang. Maar hij was er de man niet naar om te klagen. Hij was gelukkig getrouwd. Hij had kinderen. En, zei hij altijd, ik heb het mooiste beroep ter wereld. Hij werd niet voor niks Jan de Brouwer genoemd. Hij had een bierbrouwerij in Dordrecht. En de zaken gingen goed. Als het warm weer was, dan kon hij zich verheugen in een goede bierverkoop. Als het koud weer was, dan kon hij zich warm aan de brouwketel. Dus nee, hij klaagde nooit. En Dordrecht was welvarend. Het mocht tol heffen op passerende schepen. En er zat het stapelrecht. Dus iedere handelaar die langskwam, die was verplicht zijn zaken, zijn handel eerst in de stad aan te bieden. Dat betekende veel handel, veel geld in omloop, geld genoeg voor bier. En Jan die zag hoe het water door de straat stroomde. En hij had meelen met zijn broers. Dat waren turfstekers. En weer of geen weer, die jongens waren altijd aan het werk. Ze zouden s'avonds wel langskomen om zich te warmen aan de brouwketel. Nou ja, en niet alleen daarom natuurlijk. Zijn broers die knepen hem. Want de graaf van Holland, die had dat turfsteken verboden. Het verlaagde de bodem van de waard veel te veel. En daarnaast was nog het buitendijkse turfsteken. Daar werd turf gewonnen dat doordrenkt was van zout zeewater. En als die turf verbrand werd, kreeg je zoutas. En uit dat as was weer dat zout te winnen. En zout was kostbaar. Zout was handel. En de graaf had het wel verboden, dat turfsteken. Maar het stadsbestuur van Dordrecht liet het toe. Want ja, handel is belangrijk. Dat moet doorgaan. Jan was een echte poorter. Geboren en getogen binnen de poorten van de stad. Dat vond hij vertrouwd. Daar kende hij mensen, daar had hij Elsje leren kennen, daar had hij zijn werk. En het boerenvolk, daar in die grote waard, daar had hij niet zoveel mee op. De stad was ook veilig. Het was nog maar 3 jaar eerder in 1418 dat Jacobo van Beieren voor de stadspoort had gelegen met een hoeks leger. Nou, het Kabeljauwse Dordrecht had de aanval kunnen weerstaan. En ach, die hoeks en Kabeljauwse twisten, hij had zijn opa er al over gehoord. Het zou zijn tijd wel duren. En hij wist ook wel, er waren mensen die zeiden van ja, maar die hoge heren steken te veel geld in oorlogvoering. Laten ze aandacht naar de dijken besteden. Ja, Jan wist niet of dat ergens op sloeg. Maar hij wist wel dat Dordrecht zijn stekkie was. Daar voelde hij zich veilig. Ja. Oh, hij was wel eens buiten de poorten geweest hoor. Hij was wel eens in de grote waard geweest. Een tijd geleden nog. Via via had hij gehoord dat zijn zus een kind gekregen had. Een jongetje. En zijn zus woonde in Houweningen. Een klein dorpje aan de noordrand van de Merwede. En ze had het jongetje Jan genoemd. Dus ja, Jan voelde zich wel verplicht om bij zijn neefje en naamgenoot op bezoek te gaan. Dus op een dag had hij de stoute schoenen aangetrokken en was de stadspoort uitgegaan. En aan zijn voeten lag de grote waard. Een enorm landbouwgebied. Het was de graanschuur van Holland. Het werd doorsneden door verschillende rivieren. De Maas natuurlijk, maar ook de Dubbel, de Werken, de Wielen, de Alm. Er waren steden zoals Dordrecht, Werkendam, Geertruidenberg. Er waren tal van dorpjes, Houweningen, Almskerken, Dubbeldam. Er waren zelfs wat kastelen, het Huis te Merwe en Kraaienstein. Maar Jan, reizend door die grote waard, op weg naar zijn zus, had daar allemaal geen oog voor. Wel nee, waar hij voortdurend naar keek, dat waren die velden. Vol met golvend goudgeel graan. Daar had een mens wat aan. Daar kon je bier van maken. Hij had niet veel tijd om naar buiten te kijken en te mijmeren. Het werk riep. Hij moest hop aan de brouwketel toevoegen en hij ging aan de slag. En die avond ging hij weer na een dag van brouwen en sjouwen moe naar bed terwijl de regen op het dak viel. Terwijl hij sliep, trok de wind aan. En de wind werd een storm. En de storm stuwde het water op tegen de dijken van de grote waard. In de zuidwesthoek, bij het dorpje Broek, was de dijk verzwakt. En daar brak de dijk door. En de oudste en meest krakkemikkige lemen huisjes stortten onmiddellijk in. De mensen binnen waren kansloos. Maar de meeste mensen slaagden erin om een intact deel van de dijk te bereiken. Maar de lager gelegen delen van de waard stroomden vol. En de hogere stukjes als dijken en terpen werden eilandjes.
Midden in de nacht werd Jan wakker. Het geluid van kerkklokken. En hij wist wat dat betekende. Gevaar, waarschijnlijk brand. Hij wekte Elsje, hij ging de straat op om te horen wat er aan de hand was. En daar hoorde hij iemand roepen. De dijken zijn door, het water komt. En hij rende naar binnen toe en verschanste zich met Elsje en de kinderen op de hoogste verdieping. In afwachting wat er zou gebeuren. Maar de volgende ochtend ontdekten ze dat Dordrecht droog was gebleven. Maar dat gold dus niet voor de waard. Want het eb en vloed hadden vrij spel. En natuurlijk werden er onmiddellijk plannen gemaakt om de dijken te herstellen. Maar voor het zover was, brak in december 1421 de rivierdijk in het noorden door. En het water had nu van twee kanten vrij spel over het land. En Jan maakte zich zorgen. Als die graanschuur onder water stond, waar moest hij zijn graan vandaan halen? En zou het niet veel duurder worden? En zijn broers klopten ook al bij hem aan, want die konden geen turf meer steken. Af en toe zag hij het niet meer zitten. En dan ging hij maar wat wandelen, wat lopen. In de hoop dat als zijn benen bewogen, dat zijn gedachten ook gingen bewegen. Dat hij wel een oplossing zou vinden. En tijdens een zo'n wandeling liep hij over de stadsmuur. En toen zag hij dat het waar was wat mensen gezegd hadden. Dordrecht was een eiland geworden. Volledig omringd door water. En het was een fascinerend, maar ook afschuwelijk gezicht. Die enorme waterplas. En terwijl hij naar dat water keek, zag hij iets bewegen. Er dreef iets op dat water. Een kastje. Een kastje waar een kat op zat. Stom beest, dat was een beetje aan het spelen met de deining. Maar toen de wind dat kastje dichterbij duwde, toen zag hij dat het geen kastje was. Hij zag dat het een wiegje was. En vanaf de muur, vanaf zijn hoge standpunt, kon hij zo recht dat wiegje inkijken en hij zag dat er een baby in lag. En hij begreep wat die kat aan het doen was. Die kat was juist aan het zorgen dat dat wiegje niet omsloeg. En hij rende over de muur naar een trap en hij ging de trap af en de poort uit. En hij ging staan wachten tot het wiegje zou aanspoelen aan een stuk aangeslipt land onderaan de muur. Hij haalde de baby uit het wiegje en bracht het naar huis. En die kat dribbelde vrolijk achter hem aan. Elsje en hij brachten het kind naar het stadsbestuur. En die boden aan dat Jan het mocht opvoeden en dat de stadsbestuur zou betalen. Ze noemden het kind Beatrice, gelukbrenger. En de kat, die bleef bij Jan. Die kon het graan beschermen tegen de muizen. Maar de grote waard moest ook beschermd worden. En men maakte plannen om het gebied opnieuw te bedijken. Althans, om de defecte dijken te repareren. Maar in 1423 al was er weer een dijkdoorbraak, weer een overstroming en het prille werk was er niet gedaan. En weer werd het werk opgepakt. Met de steun van de graaf van Holland en met geld van de Hollandse steden. Want die graanschuur die moest intact blijven, de grote waard moest hersteld. Maar weer rond de naamdag van de heilige Elisabeth, 18 november 1424 dit keer, was er weer een overstroming. Die de geschiedenis is ingegaan als de derde Sint-Elisabethsvloed. En die was zo krachtig. Dijken waren totaal vernield. De gaten in de dijken waren enorm. De geulen waren zo diep uitgesleten. Men had toen, in het begin van de 15e eeuw, niet de mogelijkheden, niet de techniek, niet de inzichten om dat te repareren. En men gaf het op. De grote waard wordt aan zijn lot overgelaten. Eb en vloed hadden vrij spel. En het gebied was onbewoonbaar. Delen stonden onder water. Andere delen waren zo zout geworden dat landbouw niet meer mogelijk was. Dorpen stonden onder water. En er kwam een stroom vluchtelingen op gang. Men vluchtte naar de steden. Ook verder nog naar Dordrecht. En de zus van Jan verliet het onder water gelopen Houweningen en ging aan de overkant van de Merwe naar Nieuw-Sliedrecht. De leme huisjes zogen zich voller en voller met water totdat ze in elkaar klapten. Stenen gebouwen werden afgebroken en stenen werden elders opnieuw gebruikt. Was dat gebied nu een verlaten spookgebied? Het zal er 's avonds best spookachtig hebben uitgezien. Dat water dat zo langzaam zwart kleurt. Een enkele boom die er nog bovenuit steekt, een kerktoren. Geen lichtjes meer, maar toch werd het een bedrijvengebied. Want naarmate door de aanvoer van rivierwater het water zoeter werd, kon je er steeds beter vissen. En boeren werden vissers. En ook de broers van Jan, die geen turf meer konden steken, die gingen vissen. Maar binnen een maand merkten ze al dat het niet altijd pais en vree was tussen die vissers. Netten werden kapotgesneden en in cafés werd gevochten. En dan ging het vooral tussen Hollanders en Brabanders.
tot de overstroming was de Maas een hele duidelijke grens geweest. Maar waar lag die grens nu? In die enorme plas met water. En daar betwisten de vissers elkaar over. De Brabanders vonden dat die Hollanders te veel op Brabantse visgronden bezig waren. En andersom. Maar ook de Hoge Heer had er belang bij dat die grens duidelijk was. Dat had te maken met de verkoop van visrechten. Dus zowel de graaf van Holland als de prins van Oranje stelden alle twee een cartograaf aan om de oorspronkelijke loop te bepalen. En zo goed als ze kwaad als er ging, deden ze dat. En met bakens gaven ze die loop aan. Nou, dat was duidelijk. Totdat vissers op het idee kwamen om de bakens een beetje te verzetten. En andere vissers dachten, god, dat kunnen wij ook. En de bakens gingen weer de andere kant op. En vervolgens werden de bakens met molenstenen op de bodem verankerd. Het getij en de rivieren brachten natuurlijk zand en slib mee. En dat betekende dat er platen ontstonden die eigenlijk voortdurend droog waren, voortdurend boven water. En in 1603 werd de eerste polder gemaakt, zeg maar. De polder, het oude land van Dubbeldam. In de decennia daarna volgden andere polders en er werden polderbesturen opgericht. En toen er weer een overstroming was, besloten die besturen om de koppen bij elkaar te steken en af te spreken om gezamenlijk de dijken te bewaken en te onderhouden. En door verdere verzanding en waterstaatkundige werken is er een gebied ontstaan dat we nu kennen als de Biesbos. Tot in de 19e eeuw werd er nog gevist. Totdat overbevissing en verdere verzanding het vissen onmogelijk maakte. En nog bleef het een belangrijk economisch gebied. 'S Winters trokken hordes grientwerkers de grient in om riet te oogsten. Onder erbarmelijke omstandigheden. Grotere stukken vielen droog. Er ontstonden weer landbouwgebieden. En in 1940 ontstond zelfs het plan om heel dat gebied weer te bedijken. Dat zou natuurlijk een spectaculaire actie zijn geweest. Maar de jaren 40, 45 waren niet echt een periode om zoiets mee te pakken. En ook de jaren daarna niet. En in 1953, bij de grote watersnoodramp, is het plan eigenlijk definitief van tafel geveegd. In 1970 ging de Haringvlietdam dicht. En men ontdekte dat die Biesbos toch een heerlijk recreatiegebied was. Maar men besefte ook dat het een heel bijzonder natuurgebied is. In 1994 is de Biesbos Nationaal Park geworden. En nu is het inderdaad een prachtig recreatiegebied, een natuurgebied, maar ook een belangrijke opvangplek voor water. Nu, 600 jaar na de ramp, begrijpen we dat men het destijds een ramp vond. En dat was het natuurlijk ook. Maar nu, 600 jaar na dato, kunnen we ook zeggen dat eigenlijk uit die ramp toch iets prachtigs is voortgekomen. Iets dat we moeten koesteren en beschermen. De Biesbos.